In de zijsterbossen van de KNVB-campus traint Team VVCS. Dat is het elftal voor werkloze voetballers. Onder hen een aantal bekende gezichten zoals Liban Abdoulahi, Paul Kok en Ties Evers. Hier houd ik mezelf fit en probeer ik mezelf net als de andere jongens met wedstrijden en een toernooi in de kijker te spelen. Ik ben op zoek naar een nieuwe uitdaging waar ik gewoon weer lekker kan voetballen. En intussen hou ik gewoon hier mijn conditie op peil en hoop ik dat er weer wat leuks komt. Kijk, het is gewoon denk ik een fantastische manier om jezelf fit te houden. Kijk, je kan personal trainen, je kan zelf gaan hardlopen, maar ik denk dat dit gewoon echt de voetbalconditie is. Ik denk dat het de jongens zijn die op goed niveau hebben gespeeld en ik denk dat je elkaar zo het fitste houdt. De voetballers hopen dus op een mooie club. Toch is de harde werkelijkheid dat ze die tot nu toe nog niet hebben gevonden. Ja, tuurlijk knaagt het wel aan je. Het is ook, ik wil gewoon graag weer laten zien wat ik kan na lange tijd niet gespeeld te kunnen hebben. En dat knaagt vooral, dat je alsof je een beetje vergeten bent. En aan de ene kant snap ik dat wel, alleen ik wil gewoon graag het tegendeel bewijzen en laten zien dat ik fit ben en dat ik nog steeds goed kan voetballen. Ja, je kan wel heel druk gaan maken om dat er nog niks is, maar... Ja, dat gaat denk ik niet werken in je helpen naar een nieuwe club. Je moet positief zijn en fit zijn op het moment dat je ergens kan tekenen of op proef kan. Tot eind augustus is de transfermarkt nog open. En ongetwijfeld zal er op de achtergrond het een en ander spelen. Er kan dus nog van alles gebeuren, maar toch moeten de mannen ook een plan B hebben. Ik denk dat iedereen een plan B moet hebben. Want als plan A niet lukt, dan moet je iets achter de hand hebben. En ik denk dat het dan gewoon... misschien een goede amateur wordt en dan moet je erbij gaan werken. Ik heb een leraardiploma basisonderwijs gehaald, dus dat is mijn plan B. Ik ben daar nu nog niet echt mee bezig. Ik snap wat je bedoelt, of ik al gesproken heb met een tweede divisie of wat dan ook, maar dat is nog niet het geval. Ik heb er gewoon nog vertrouwen in mezelf en ik hoop dat het gewoon goed komt. Ik werk hard en ik ben er klaar voor als er een club zich aandient. Lekker. Ja! Op, snel!